De gemeente Lingewaard is niet blij met de gemeente Nijmegen. Nijmegen besloot eerder om 8 skeve huizen te gaan bouwen langs de Stationstraat in Nijmegen-Noord. Maar die locatie bevindt zich vlakbij de gemeentegrens van Lingewaard. Nee, we waren zeer onaangenaam verrast van het telefoongesprek wat ik heb gevoerd met wethouder Frings op 5 april. Dat was een eenzijdige mededeling dat hier een kwetsbare groep mensen gehuisvest zouden gaan worden. En dat er eigenlijk niet meer over te discussiëren viel. Wij vinden dat als college van Lingewaard dat het op een verkeerde plaats hier gevestigd wordt. Dat zijn wij van mening. Als je kijkt naar de voorzieningen die hier omtrent zijn, waar moeten de mensen bijvoorbeeld op de bus stappen? Daarnaast, welke voorzieningen zijn hier direct in de buurt? Ziet u winkels hier? Ik zie ze niet. We hebben een brief gestuurd naar het college van Nijmegen. Dat is afgelopen woensdag gebeurd met het verzoek om met elkaar om tafel te gaan zitten om dit te gaan bespreken. Dus eigenlijk om twee plaatsen. Dat gaat om de waarvraag, de locatie en hoe gaan we dat inkleden. De band tussen Nijmegen en Lingewaard is bijzonder goed. Dus dat komt allemaal prima in orde. De onderlinge verhoudingen zijn prima, dus daar is niks mis mee. Alleen we werden onaangenaam verrast door de eenzijdige mededeling. En ik denk dat wij beide deze kwetsbare groep mensen een warm hart toedragen. Alleen we moeten even goed praten over de locatie en hoe we dat gaan doen. Het is wel een zaak van Nijmegen, niet van Lingewaard. We zijn wel buren, dus ik verwacht dat we een zeer constructief gesprek gaan voeren.